Joost, Anita. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, wat doen we hier nou eigenlijk? Nou ja, jij zei van we gaan naar roest kijken. Dus ik denk, ja, dan zit ik hier bij deze ijzerhandel van Kepers hartstikke goed, toch? Ja. Nou ja, ik bedoelde eigenlijk een andere soort roest. Ik heb het over een winterroest van ransuilen. Een winterroest van ransuilen? Dus ik bedoel niet een hoop oud roest. Daar kunnen we eigenlijk niks mee. Het is meer voor Scrabble, hè? Winterroest van ransuilen. Nou, oké, maar ja, dan moeten we hier niet zijn, of wel? Nee. Zo, Anita. Nou zijn we in het juiste gebied. Ja, nou zitten we in de natuur. Van de echte roest. Ja, van de winterroest. We zitten nu in een natuurgebied. Die ransuilen die zitten ook wel bij mensen in de achtertuin. Maar ja, we zijn nu in een natuurgebied. En die ransuil is op zich best heel moeilijk te vinden. Want het is een hele stille uil die je niet aan het geluid op geluid kunt vinden. Mm-hmm. Maar waar je ze wel op kunt vinden, dat is op scheidsporen en braakballen. Scheidsporen en braakballen. Ik dacht dat dit een beetje een verzoenlijk programma was. Maar... Oh, ik word anders altijd heel blij van die scheidsporen en die braakballen. Nou, mooi. Ja. Kun je me rest blijven horen. Hè? Maar dit zijn dus de braakballen en de scheidsporen. Zo. En daar kun je aan zien. En hierboven, daar ga ik even naar boven. Het is bijna onmogelijk om... Op geluid zijn ze eigenlijk niet te vinden, maar het is ook heel moeilijk om al die bomen af te gaan speuren. Je kan beter naar de grond kijken en als je dan die braakballen en die scheidsporen vindt, dan weet je dat er iets aan de hand is. Nou ja, ze hebben in ieder geval oranje ogen, die ransuilen, en daar zegt er iets over wanneer ze jagen. Ik heb wel eens vaker verteld dat de kleur van de ogen iets zegt over de uil. Ja. En die oranje ogen, daar zegt er iets over dat ze in de schemer gaan jagen. En wij gaan straks ook wel terug om het uitvliegen van al die uilen te filmen. Oké. Ja. En hier zit er nou eentje op een tak, zoals je ziet. Ja. Met zijn oortjes gespitst. Ja. Het lijkt wel een hond eigenlijk. Ja. Je kunt er meer aan aflezen hoe de stemming is van zo'n ransuil. Want als ze veel bewegen, die oortjes die staan rechtop, dan zijn ze heel erg alert. En dan moeten we eigenlijk een beetje rekening mee houden dat we ze niet te veel verstoren. Want daar zijn ze wel gevoelig voor. En als die oortjes plat op de kop liggen, zeg maar, ja, dan zijn ze eigenlijk in rust. Oké. Okay. Ja. Zijn net honden, hè? Toch? Alleen ze blaffen niet. We gaan zo naar Christine, want die loopt hier ook ergens goed, ja? Als het goed is. En die heeft ook nog een oproepje voor de kijkers. Oké. Hoi Christine. Hoi Anita. Ja, hoi. Dit is dus Christine Hermsen. Ja, die ken ik van een van de vorige afleveringen. Ja, die is alleen ons Bert nog. Hè? Ja, ja, jammer dat het er niet bij is. Bert. Volgende keer beter. Nou, ja, en Christine heeft in ieder geval een oproepje voor de kijkers. Kijk. Ja. Nou, Christine, de camera is yours. Dank je. Nou, ik wil graag alle winterroesten van ransuilen in Noord-Brabant in kaart gaan brengen. Zo. Dus ik wil de kijkers vragen om die aan mij te melden. Wij willen graag weten hoe het met die ransuilenstand gesteld is, want het schijnt dat het niet zo goed gaat met de ransuil. Dus door het in kaart brengen van alle winterroesten en daarbij het maximum aantal uilen wat zich op zo'n roest bevindt, willen we kijken hoe het met die stand gesteld is. Okay. Willen we een aantal jaren achter elkaar gaan doen om te kijken of die stand omhoog gaat, omlaag of gelijk blijft. Okay. En als er geen nieuwe aanwas is van de afgelopen zomer, dan wordt de roest natuurlijk... zelf minder. Ja, helaas wel. Nou, laten we hopen dat komend jaar een vruchtbaar jaar mag worden. Dankjewel Joost, dat hoop ik ook. Ja, voor de ransuilen dan. Hè, ja, natuurlijk. Ik snap hem. Zijn er nog andere vragen, Anita, die we willen weten over die ranzige uilen? Oh. Nou ja, ik denk dat we nu eventjes klaar zijn met filmen, maar vanavond komen we in de schemer in ieder geval weer terug, hè, want, okay, zodat we ze allemaal uit kunnen zien vliegen. Nou, dames, ik sta hier al een uur te wachten op jullie. Ah, goed zo, wat gezellig. Het is al bijna donker. Ja, ja, dat is de bedoeling. Goed gedaan. Is de bedoeling. Nou, en nou? Ja, ik heb dus straks een oproep gedaan. En eigenlijk is het zo dat als mensen een winterroest bij mij melden, dat ik daar ook niet verder door ga vertellen, dat ik die locaties allemaal geheim houd. Want ik wil niet dat alle paparazzi andere fotografen, journalisten in één keer allemaal naar die tuin van die mensen gaan om daar die uilen te filmen zoals wij, zoals wij er nou mee bezig zijn. Dat is niet de bedoeling. Dus locaties worden geheim gehouden. Dat wilde ik nog even nadrukkelijk doorgeven. Het is een discreet programma wat wij maken. Dank je. Ja, goed zo, goed zo. Goed, Anita. Ja. En toen?
Nou, we zijn dus nu hier in de schemer teruggekomen. Ja. En we hadden het er al over gehad dat ze, als het dadelijk echt donker gaat worden, dan vliegen ze uit. En ik denk dat we dat willen proberen te gaan filmen. Dames, nou ja. Staan we hier al ruim een kwartiertje te kijken of er zo'n beesten uitvliegen. Ja. Waar vliegen die naartoe dan? Dat is een goede vraag, hè? Dat is een hele goede vraag. Die gaan op jacht, Joost. Die gaan op jacht? Ja, die moeten eten. Die hebben heel de dag. Okay. Wat wij hier s'nachts doen, dan zij overdag. Oké. Okay. En dan kunnen ze weer braakballen maken. Ja. 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 Hey, maar de eerste hopper hebben we net gezien, hè? Had je die? Ja, jullie wel. Ja. Ja. Jij niet. Ik ben een beetje bijziend en mijn camera ook. Nou, ik zie niks. Maar we moeten hier eens even komen kijken, want het is echt geweldig. Ja, dat echt gefilmd dat we zo staan. Joost, je moet echt even kijken hierdoor, hoor. Ja, Joost. Daar gaat hij. Ja, we zien het. Helen. En daar gaat er weer een op. 2, 3 heb ik er. 4. Ik heb er al 4. Dames, ik heb even het licht aangedaan. Ik heb denk ik hier een half uur staan filmen. Ja. Ik heb geen ene rotsuil gezien. Nou, en jullie hebben er 10. Maar juist toch. Wordt het tijd voor een betere bril? Hans anders? Okay. Hey, dankjewel voor je bijdrage. En tot de volgende keer. Oké. Hoi. Hoi. Oh, grappig.